Als je heel goed luistert, hoor je het klikken. Beste mensen, we staan hier bij rendier Moeke in Raamsdonk. Het is een heel bijzonder beest. Deze komt bij Hazenleger vandaan, waar ik in het verleden ook eens een rendier heb gevaarsectomeerd. En het zijn herkauwers, laten heel goed zien. En dat kun je lekker goed kauwen. En het bijzondere van deze is dat ze aan het verharen zijn. Hè. Het is zomer en dan gaat de vacht gaat eruit. En wat kale plekken, nou, dat hoort eigenlijk wel een beetje bij. Kun je een heel klein stukje willen stappen, kun je misschien het geluid even horen als de kippen toelaten. Als je heel goed luistert, hoor je het klikken. En dat is eigenlijk normaal voor rendieren. Nicky, de eigenaresse van de rendier, vergeet ik helemaal te zeggen. Sorry. Eerst dacht ik van, wat hoor ik nou? Maar dat zijn dus het klikken van de pootjes van de rendier. Nou, en dan heeft ze nog een probleem met het gewei. Eén gewei is er maar, één stok is blijven zitten en de andere is er afgegaan. Die heeft ze zelf afgegooid. Nou, het zijn eigenlijk relatief slanke en magere dieren. Nou, deze is, je kunt de ribben heel goed voelen. En hier zit dan de buik, hè, de pens. Hier is het staartje, wat er van over is, hè, klein staartje. Dit is een dame. Nou, zometeen gaan we de bok even filmen. Nou, het is een echte herkauw. Ze zit gek op rendiermossen. Kun je ze s'nachts van wakker maken. En verder eten ze veel hooi, een beetje gras, een beetje brokken. Want rendieren zijn gevoelige dieren. Ze zijn gevoelig voor wormen, gevoelig voor salmonella en gevoelig voor te veel jong gras. Deze jaartje 8, 9 oud is. En het leuke vind ik dan weer, ze zijn aangepast aan het lopen in de sneeuw. Van die grote sneeuwschuivers hebben ze onder hun poten. Een soort bevervelachtige dingetjes. En van die brede poten en dan van die grote bijklauwen. Ja, daar mag ik ook niet aan zitten. Nee, grote bijklauwen zorgt er eigenlijk voor dat ze niet zo makkelijk diep in de sneeuw zakken. Dus ze hebben brede poten, als ze verder wegzakken, helpt dit om te voorkomen dat je verder wegzakt. En als ze wel wegzakken, kunnen ze eigenlijk heel goed in de sneeuw lopen, onvoorstelbaar. En met die grote voorpoten kunnen ze dan, als ze in de sneeuw liggen, het sneeuw weggraven. En dan kunnen ze bij de korst mossen. Maar ze kunnen goed tegen slechte omstandigheden. Ze hebben eigenlijk maar heel weinig nodig. Het lijkt eigenlijk wel een soort kamelen van de ijsvlakte. Nou, dit is dan Freddie Mercury. Ja. Nou ja, ook wel Merc of Mercury genoemd. Hè? Nou, een echte kerel, dat zie je wel. Heel mooi gewei in wording. Hè? Er zit nog een huid op de bastgewei. Ja, dat is gevoelig, hè. Er zit huid overheen. En dat, nu is het gewei aan het groeien. En straks gaat hij dat afvegen. Dan hangen de vellen eraan. Hier krijgen mannetjes en vrouwtjes een gewei. En een hele dikke neus. Een hele grote neus. Dan kan de koude lucht kan goed opgewarmd worden. Als ze bij min 40 door Lapland rennen. Over de sneeuw. Oh, Mercury. Vind je het allemaal te lang duren? Wil je wandelen? He? Kan die neus, kan de lucht mooi opwarmen. Ik hoor net dat deze dieren, dat ermee gewandeld wordt. Tot wel 10 kilometer op een dag. Dat doet de man probleemloos. Het vrouwtje heeft meer interesse in eten dan in wandelen. Dus ja.